In de vorige video hebben we gezien hoe Michail Gorbachev probeerde om het communisme te hervormen in de Sovjet-Unie en in de rest van het Oostblok. Ja, en dat leidde uiteindelijk tot het einde van de Koude Oorlog. Want Gorbachev die beloofde aan die landen in het Oostblok, die satellietstaten van de Sovjet-Unie, dat ze voortaan vrije verkiezingen mochten houden. Ja, en dat zorgde ervoor dat overal, één voor één. In Polen, in Hongarije, in de DDR, in Tsjechoslowakije, in Bulgarije, in Roemenië, dat daar een einde komt aan die communistische regimes, die communistische regeringen. Om daar een paar voorbeelden van te pakken: hè, Polen, Hongarije en de DDR. Nou ja, in uh, Polen daar was al langer een, een, een vakbond die uh, meer uh, vrije verkiezingen eiste en dergelijke. Die wilde opkomen voor de Poolse bevolking. Nou ja, uiteindelijk komen er vrije verkiezingen en dan wint Solidariteit, zo heet die vakbond, die wint dan uh, van de Communistische Partij en uh, die gaan de nieuwe regering vormen. In Hongarije, daar wordt het communisme afgeschaft door uh, de regering en dan wordt de grens met Oostenrijk opengesteld. En ja, dan zie je eigenlijk dat er ineens een soort uh, gat in dat ijzeren Gordijn ontstaat. Want ja, via Hongarije kun je dus in één keer naar het Vrije Westen, naar Oostenrijk toe. En dat is wat heel veel uh, Oost-Duitsers uit de DDR bijvoorbeeld ook gaan doen. Maar ook in die DDR, daar uh, komen uh, dan heel veel uh, demonstraties tegen het regime. Hè. Dus, dus uh, demonstraties van mensen die zeggen, wij willen meer vrijheid. Hè. Dat begint in Leipzig en dat slaat over naar andere grote Oost-Duitse steden. En ja, het regime probeert die tegen te houden. Uh, maar ondertussen wordt de druk dus ook groter om er iets aan te doen. En dan wordt het 9 november 1989. En dan is er een, een persconferentie. En daar zit dan een, een functionaris van de regering, die zit daar van de Oost-Duitse Oost regering. En uh, ja die krijgt dan de vraag over ja, hoe zit het nou eigenlijk? Wanneer wordt nou de grens met uh, West-Duitsland geopend? En jij ja, weet eigenlijk niet precies wanneer dat gaat gebeuren. Want er is wel sprake van. En dat wil hij eigenlijk ook aankondigen. Maar je wordt eigenlijk zo onder druk gezet, heel onrustig. En dan zegt hij, Ja, uh, ja per direct volgens mij. En dan zegt hij dus ze eigenlijk per ongeluk dat die grens naar West-Duitsland wordt geopend. Terwijl het nog helemaal niet de bedoeling is. Maar goed, iedereen hoort dat en gaat meteen naar die grens toe. En dus ook naar die Berlijnse muur. En ze klimmen er bovenop, ze beginnen erop in te hakken. Ze proberen hem omver te duwen. En uiteindelijk leidt dat tot de val van de Berlijnse muur. En dat is toch wel het symbool eigenlijk van het einde uh, van die Koude Oorlog. Want ja, die Berlijnse muur, dat was ook wel gewoon een heel duidelijk symbool geweest van die Koude Oorlog. En ja, zo zie je dus dat dat hele Oostblok uit elkaar valt. De Sovjet-Unie zelf, die blijft nog tot 1991 bestaan, die zal dan ook uit elkaar vallen. Maar daar komen we in een latere videoserie nog op terug.